welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe testvideo. Want ik heb gezien dat SheGlam een nieuwe foundation heeft. Dus die heb ik gelijk besteld. SheGlam is het huismerk van Shein. Voor de mensen die het niet weten. Het is gewoon het officiële make-up merk van Shein. Die dus daar te koop is. En het is super goedkoop. Want jullie weten, Shein komt vanuit China en zo. En het is echt, echt super cheap. Het is wel gewoon echt een officieel make-up merk. Die ook echt alle make-up richtlijnen volgt. Het is niet een of ander vaag Chinees make-up merk waarvan je niet weet wat erin zit. Het is gewoon een officieel ding die zich echt houdt aan de officiële richtlijnen. Dus daar hoef je je verder niet druk om te maken. Ik heb al twee foundations van SheGlam en ik vind ze allebei geweldig. Dit is de normale volgens mij en dit is de hydrating versie. Ik vind ze allebei fijn. Dus ik ben ook heel benieuwd naar deze balm. Het is dus een cream foundation. En ik dacht, ik ga die testen. We gaan ook een full day wear test doen. Dus dat houdt in dat ik de make-up de hele dag oplaad. En dan kunnen we zien hoe het eruit ziet ook aan het einde van de dag. En of het goed blijft zitten, et cetera. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze testvideo. Oké, let's do this. Ik heb niks op mijn gezicht. Ik heb alleen maar mijn ogen make-up gedaan en that's it. Ik heb al wel geprimed, crème, et cetera. Maar voor de rest helemaal niks dus. En mijn wenkjes gedaan. We gaan beginnen. Ik heb een aantal producten. Ik heb de foundation. Ik heb ook de kwast besteld. En als extra heb ik ook gewoon de fake freckle pen besteld. Die was niet per se voor de video van vandaag. Maar ik dacht, aangezien ik hem heb, kan ik hem ook net zo goed laten zien op beeld. Dan weten jullie ook weer wat ik hiervan vind straks op het einde. Maar het gaat vandaag natuurlijk gewoon echt om deze foundation. Dit is de SheGlam Skinfluencer Foundation Balm. En dit is dan hoe die eruit ziet. En ik heb hem in de kleur golden. Elke foundation die ik heb van hun heb ik in de kleur golden. Die matcht met het beste met mijn huidskleur. Ik ben nu al iets donkerder, maar ik heb het gevoel dat het gewoon alsnog gaat matchen. Dit is de verpakking. Een hele mooie nude verpakking. Ik vind hun verpakkingen voor die lage prijzen altijd best wel mooi. En kijk, het is ook helemaal zo cute verpakt in zo'n zakje. Hier zat het in. Het is er net uitgevallen. Maar is het niet te cute? Meestal hebben alleen maar van die luxe brands echt dit zo. Maar SheGlam, gewoon cheap as SheGlam, heeft het ook. Dus dat vind ik wel, ja, extra leuk. En dit is hem dan. Dit doet me een beetje denken aan Huda Beauty. Die hebben ook vaak van dit soort verpakkingen. En dan als je hem openmaakt, is dit wat je krijgt. En dit is dan de kleur. Dit is de eerste keer dat ik de kleur zie. Ik denk wel dat het gaat matchen. Ondanks dat ik nou ietsje donkerder ben, denk ik dat het wel gaat lukken. En je krijgt er een heel klein mini boekje bij met uitleg over de foundation. Dat is wel fijn, dan hoef je het niet per se helemaal online op te zoeken. Er staat dat het 30 kleuren heeft. Dat is een goede hoeveelheid voor foundation kleuren. En dat het een hoge dekking is. Dus het moet mijn gezicht echt volledig gaan dekken. Het is ook long lasting en niet greasy. Dus het wordt niet helemaal zo vettig op je gezicht. Dus dat is heel fijn als je een vettige huid hebt. En er zit sodium hyaluronate in of zoiets. En dat moet je gezicht ook hydrateren. Dus er zijn echt een heleboel claims. Er zit geen alcohol in en ook geen talc. En het is ook geschikt voor de gevoelige huid. Je hebt echt heel veel kleuren. Kijk even dit, jongens. Dat vind ik wel fijn. En ook heel veel verschillende ondertonen. Mijn ondertoon is dus warm golden. Nou jongens, dit ziet er echt goed uit. Ik ben benieuwd. Oeh, het is net begonnen met regenen. Het is 27 graden vandaag, maar regen. Echt een Nederland be-like. En er staat hier ook hoe je het moet gebruiken. Ik ben blij dat dat hier staat, want anders had ik het niet geweten. Oké, we gaan het gewoon aanbrengen, jongens. Ik ga dus ook de kwast gebruiken. Dit is de SheGlam Foundation Balm Brush. Deze kwast is dus speciaal gemaakt om te gebruiken met deze balm foundation. Ik vind hem er echt heel mooi uitziet. Ook een hele mooie kleur. Ik hou van dit soort nude kleurtjes. Er staat dat het de foundation perfect aanbrengt zonder streaks achter te laten. Dus zonder van die strepen achter te laten, zeg maar. Oké, laten we beginnen. Wat je dus eerst moet doen, voordat je echt ingaat met de kwast, is dat je met je vinger hierin moet gaan om hem te activeren. Ik weet niet waarom, maar dat staat dat je moet doen. En je moet gewoon van dit soort ronde bewegingen maken, zeg maar, staat er. Oh ja, hij wordt helemaal zo nattig. Oké. Ik heb hem nou denk ik wel geactiveerd. Wat ik op mijn vinger heb, breng ik even aan op mijn gezicht. Anders vind ik het zonde. En dan moet je gewoon met je kwast hierin gaan. En dan kun je het gewoon zo direct aanbrengen. Het is wel fijn dat ze ook echt zo'n kwast erbij uit te brengen. Voor de mensen die geen geschikte kwast hebben of zo, is dat wel fijn. Oké. De kleur lijkt goed. Oeh, hij is wel een beetje dikker. Dit voelt zo raar aan. Hij voelt wel heel cool aan. Dat is wel top. Hij brengt een beetje stroefjes aan. Ja, dit heeft echt een volledige dekking. Oh my gosh. Ik denk wel dat hij nu echt een tikkeltje te licht is. Maar dat ik er nog wel mee wegkom. Ik weet niet wat ik hiervan vind. Hij brengt echt heel stroef aan. What the F. Oh, dit is echt een ramp. Wat is dit? Nee, I don't like it. Ik had echt niet verwacht dat ik het niks zou vinden. Ik dacht echt, ik ga dit echt geweldig vinden. Ik zie ook gewoon streaks, dus dat deze kwast geen streaks geeft is dus niet waar.
Ik zie gewoon letterlijk strepen. Ik ga het inblenden met mijn spons, want dit wil hem niet worden met die kwast. Ja, een stuk beter met de spons. Oh my gosh, nou blendt het gewoon mooi in. Oké, het lag echt aan die kwast. Dat is wel fijn om te weten, want ik werd echt een beetje bang. Maar het is wel een beetje dikkig hoor, dat wel. Het is een beetje een dikkige creamy formule. Het heeft zeker een volledige dekking. Ik vind er op zich wel goed uitzien nu zo met de spons. Ik ben ook echt heel benieuwd hoe de rest van de make-up erop gaat aanbrengen. Vooral omdat het een beetje stroefjes is. Dus ik ben bang dat de rest er niet heel smooth op gaat aanbrengen. En ik ben ook echt benieuwd hoe lang het goed blijft zitten. Er staat long lasting, maar er staat niet bij een aantal uur. Maar bij long lasting ga ik er echt van uit zeker 12 uur. Want dat is long lasting. 8 uur is gewoon normaal. Dus als het long lasting is, dan moet het 12 uur zijn zeker. Oké, de kwast is dus echt helemaal niks. Maar voor nu is dit dus de foundation. Het is oké hoor. Het ziet er wel echt gewoon oké uit. Ik ga eventjes de rest van mijn make-up doen. Kunnen we ook gelijk zien hoe dat erop aanbrengt en hoe het eruit ziet op het einde. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, mijn hele make-up zit erop. Ik moet zeggen, ik ben een beetje in shock, want het bracht echt goed aan. Ik dacht echt, de rest van de make-up gaat zo stroef aanbrengen. Maar dat was echt helemaal niet het geval. Mijn make-up ziet er echt goed uit. Ik vind het echt heel mooi. Ik denk echt gewoon dat deze kwast het probleem was. En niet de foundation. Want dit is echt heel mooi. Een hele mooie volledige dekking. Maar niet zo cakey, dikkig of zo. I like it. Het is alleen echt geen naturel foundation. Als je dat zoekt, dan is dit niet je ding. Het is wel echt volledige dekking. Het is wel echt make-up. Maar ik vind het echt heel mooi. En de rest bracht er ook goed op aan. Wat heb ik op mijn lippen? Sweet Tea Lip Pencil van Morphe. En deze lipstick van Messauda. Called Creamy Lipstick in de kleur 103 Idol. En voor de extra vandaag wil ik ook de fake freckle pen testen. Dit is de She Glam Freckle Please Freckle Tint Pen. En ik heb hem in de kleur Dark Chocolate. Ze hebben hem in een aantal kleuren. Ook een aantal aparte kleuren, zoals paars en blauw. Dat vond ik wel apart. Die kleuren heb ik nooit gezien bij een fake freckle pen. Ik zou ook niet weten waarom iemand die kleuren zou willen aanbrengen, maar oké. Hij is best wel groot. Je moet het gewoon zo dotten op je gezicht en dan gewoon zo uitblenden met je vinger. Ik ben benieuwd. Ik hou altijd wel van neppe sproetjes. Oké, laten we doen. Ik hoop niet dat dit nou mijn make-up gaat verpesten. Oh, het is wel heel waterig. Ik moet iets minder aanbrengen. Ja, oké. Het lag aan mij. Ik had gewoon te grote stippen gedaan. Ik moet wel zeggen, het is een beetje moeilijk om kleine stippen aan te brengen. Want deze kwast is best wel groot. Maar oké. Kijk, ik heb nou al hier op mijn neus een klein beetje verpest. Ik had daar te veel product aangebracht. Ik weet niet wat ik er zo van vind. Op zich werkt het wel goed als je gewoon niet te grote stippen aanbrengt. Maar nogmaals, deze kwast is te groot. Maar oké, het is wel gewoon gelukt. Ik vind het niet zo heel mooi. Het heeft een beetje mijn gezichtsmake-up verpest. Ik ga er even overheen met deze spons om het wat meer uit te blenden. Hier zit nog een beetje foundation op. Als de kwast kleiner was geweest, was het echt perfect geweest. Want dan maakte je ook niet te snel die fout. Maar goed, whatever. Ik ga niet nog meer aanbrengen. Nou, dit was het dan. Dit is de make-up look. Wat vinden we ervan? Ik vind echt dat ik er echt mooi uitzie. De foundation ligt echt heel mooi op de huid. Het is nu bijna 2 uur. Zoals je kunt zien, bijna 2:50. Ik ga de make-up de hele dag oplaten. Zeker 8 uur. Ik ga ook vandaag naar de bios. Dus ik ga er ook echt op uit. Dus dan kan ik het ook echt goed testen. En ik ben gewoon echt heel benieuwd of het echt long wearing gaat zijn. Ik heb het gevoel van wel. Ik heb goede verwachtingen. Ik ben heel optimistisch. Want ik vind het voor nu echt heel mooi. Dus ik zie jullie straks weer. Ik wil jullie ook eventjes de foundation laten zien gewoon in een normaal daglicht. Dan zie je extra goed hoe mooi het erop zit. Ik vind die sproeten echt niet mooi, maar oké, whatever. Het zit er nu gewoon op. Dit is dus hoe de foundation eruit ziet. Ik vind het echt best wel mooi. I like it. Daar ben ik weer. Het is nu 4 uur, dus een aantal uur later. En ik dacht, het is weer tijd voor een tussentijdse update. En dit is nu hoe mijn gezicht eruit ziet. Ik heb wel het gevoel dat er een beetje een plamuurlaagje nou op mijn gezicht zit. Maar het kan er ook aan liggen dat ik best wel wat product heb gebruikt. Ik denk echt dat ik te veel heb gebruikt. En dat ligt sowieso aan mezelf. Op mijn neus is het er al wel af aan het gaan, zoals je kunt zien. En dat is vrij snel. Mijn neus is sowieso een gebied waarbij het er snel afgaat. Maar dat het zo snel nu al zo eraf gaat. Ja, het is niet echt heel vastgelokt
plakt op mijn gezicht. Het gaat er best wel snel vanaf. Als je maar één keer per ongeluk met je hand over je gezicht gaat of wat dan ook, dan gaat het er al gelijk vanaf. Dus dat vind ik wel jammer. Maar al met al zie ik er nog wel gewoon oké uit. Nou jongens, het is avond. Het is 9 uur en mijn make-up zit er echt al de hele dag op. Wat vind ik van de foundation? Het is er op mijn neus wel echt heel veel afgewomen. Oh, ik schrok even niet. Op mijn neus is het er af, bij mijn kin is er ook af aan het gaan. Mijn gezicht is ook een beetje vettig en ik heb niet eens een vettige huid. Dus als je een vettige huid hebt, dan ga je echt struggelen hiermee. Het is nog wel voor de rest oké op mijn gezicht. En het is allemaal oké. Het is niet heel slecht. Maar als ik het ook vergelijk met een heleboel anderen die ik heb. Zelfs als ik het vergelijk met hun twee anderen, vind ik hem slechter. Dus je kunt er beter gewoon hun twee anderen halen dan deze. Ik ben er niet heel blij mee, dus... Ja, naar mijn mening is er gewoon zoveel wat echt beter is. En het verschuift gewoon echt te snel. Het is gewoon te makkelijk te verplaatsen. Je kunt echt je gezicht geen seconde aanraken. Dus ondanks het feit dat het wel oké eruit ziet, het is wel mooi, heeft het gewoon echt te veel nadelen naar mijn mening. Vooral vergeleken met twee anderen van hunzelf die al bestaan. Dus ik zou zeggen, als je nog een goede foundation zoekt, haal hun twee anderen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik laat je ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!